Alle krijg zo'n IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Runescape Road to Dragonslayer. De vorige aflevering heb ik dus een beetje lopen trainen met Magic. Maar ik wil vandaag een beetje voorbereidingen gaan treffen voor de Dragonslayer quest. Dus dat is echt gewoon een beetje, armor regelen. Food een beetje regelen en dat soort dingen. Dus deze items die ga ik allemaal eventjes weer in mijn, in mijn bank gooien. Even zien, zo. Pakken we deze 17 gloves alvast er even bij. Want ik wil gewoon even gewoon goed voorbereid zijn om dan, de volgende aflevering dan eindelijk te beginnen. Klikte ik niet op die? Nou, zal wel. Oké, top. Oké, we gaan nu eventjes richting de GE. En dan gaan we eventjes armor regelen voor onze Doody McDoeder. En dan ook gelijk eten, dus deze aflevering zal hem waarschijnlijk wel wat korter zijn. En ik heb zo'n gevoel dat... wie is dat? Oh, Air, dat is dus van een nieuw evenement met zo'n Valkyries of zo. Ik weet wel een beetje waar het over gaat eigenlijk, maar oké. Maar deze aflevering zal dan in ieder geval wat korter zijn. Ik zal je niet precies weten... hoe kort het zal zijn. Want, ik denk niet dat ik zoveel dingen nodig heb. Want de meeste skills die heb ik al. Bijvoorbeeld, Dragonslayer en zo. Voor alles, de requirements, dat heb ik meestal. Dus in principe hoef ik eigenlijk alleen nog maar eventjes de Adamant Armor en zo te krijgen. Een skirt of leggings. Gewoon een van deze. Gooi die even naar 50k. Oké, dan wil ik die graag eventjes. Sets. Components. Exchange. Oké. Dan moet ik eigenlijk ook nog even iets van een ring hebben. Dat mijn... defense ook gewoon gelijk wat hoger gaat. Ik heb nu wel een kite shield, maar ik heb een anti-dragon shield nodig. Want die draak die gaat natuurlijk vuur spuwen en dat is niet zo verstandig als ik met een normale ding tegen ga vechten. Anti-dragon shield. Ook even wel. Partial protection. Oké, die mogen wat hoger. En die dragon shield. Gooi gewoon naar 10k. Oké. En dan moeten we nog even iets van een skimmitar hebben of zo. Element skimmy. Kimmy. Oh, ze hebben nu ook verschillende versies zo te zien. Dus dan doe ik die gewoon van plus 2, want die geeft dan wat meer damage en zo. Dat is wel handig. Oké, waar zijn de skimmitars? Waarom zo moeilijk doen? Skimmy. Gewoon plus 2. Want deze die heeft... heeft meer accuracy en wat meer damage. Dus is in ieder geval heel fijn. Want die is dan twee keer geüpgraded. Dat is heel erg mooi. Dat zal dan wel met die nieuwe rework te maken hebben. Oké. Nu heb ik dus nog eventjes zo'n soort ring nodig. Dat mijn defense omhoog gaat. Necklace. We zien. Oké, ik ga gewoon even opzoeken wat van necklace ik precies het handigste kan gebruiken. RS3 Defense Boost Necklace. Amulet of Defense, dat kan natuurlijk ook. Amulet of Defense.
Ja, ik kan beter gewoon iets meer mijn defense boosten dan de rest. Oh, maar de rest krijg ik ook tegelijk bij. Oh. Dan is het helemaal prachtig. Nou, dat 10k vind ik wel goed. Oké. Wat monster is dit dan? Arthur. Want er is nu ook een nieuw evenement bezig. Zullen ze die waarschijnlijk wel vandaan hebben of zo? Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, het zal. Wat heb ik nu nog meer nodig? Misschien iets van boots of zo? Boots. Oké. Zo. Nou ja, wat is nog meer handig om te hebben? Misschien nog een ring. Dat onze dingen ook boost of zo. Ring of recoil. Geluk. Strength bonus, range bonus. Nou, dan doe ik deze nog gewoon. 10.000. Geeft ons toch wel helemaal weer wat meer strength bonus. Oh ja, een cape. Want sommige capes die hebben dan ook gewoon ja, defense of een of andere boost. RS3 cape defense of iets. Cape boost. Weet ik veel. Ik zoek toch wel even op. Cape. Ja, dit zijn gewoon andere normale capes. Armor 4. De Mimic Tongue Cape. Hoi, oké. Okay. Nou, dit geeft me wel iets meer een bonus. En dan zal het ook uitmaken welke ik koop. Ah, volgens mij niet. Pak ik gewoon de laagste. Van 5. 10.000. Dat doe ik dan gewoon om even wat meer armor te krijgen en zo. Gewoon zodat ik wat beter verdedigd ben. Weet je wat? 50.000. Oh, dit ziet er zo vaag uit. Maar ja, ik doe het voor de fucking armor die erop zit. Even kijken. Oké. Nu moeten we alleen nog even eten regelen. Dus even zien, wat is misschien handig om te gaan eten? Constitution. Level 45. Food. Common food. Oké, die wil ik wel eventjes. Oké, naar de 40. Cake. Ik weet niet of dat een verstandig idee is. Swordfish wordt hem niet. Nou, ik ga voor tuna's. Laat ik maar gewoon voor tuna's gaan. Tuna. 28. Dan maak ik gewoon 100 per stuk van. Banken, die shit. Oh, ik had er nog wat. Nou ja, dat maakt niet uit. Nou ja, ik denk dat ik nu al goed geboost ben, want deze geeft me dan ook nog wat armor boost bij. Dus in principe hoef ik nu, kan ik nu even kijken wat ik wil, even kijken wat ik heb nodig. We zeggen een unfired ball,
Griffith's Cage. Piece of Silk. Oké. Dus dan moet ik wel wat minder meenemen. Dus dan pak ik eerst wel gewoon even de requirements die ik nodig ga hebben. Dus dan pak ik gewoon alvast even de wiki erbij, zodat ik even kan zien. RS3 Dragon Slayer. Even kijken. Free to play, recommended, 33 magic. 40 plus combat skills, nou dat heb ik. Oké, nou een unfired ball. Unfired ball. Ik weet niet waarom ze die nodig gaan hebben, maar hey. Oh, even één nulletje erbij. Oké, dat is... Oh, ik krijg precies 666 terug. Hoe is het? Mind Bomb. Mind. Hoe is het? Mind Bomb. 500. Oké, wat is de volgende? Crayfish cage of een lobster pot. Doen we wel crayfish omdat het wat goedkoper is. Cage. Zo, 1000. Oh, dat kost zeg maar 1 coin. Silk. $150. Want de volgende aflevering wordt dan wel één lange... één lange aflevering. Even zien. Eén Law Rune en Air Rune. To cast the telekinetic grab. Law... Want ja, ik heb nu dus wel eten bij me. Maar ik denk dat ik het echt pas nodig ga hebben wanneer ik in gevecht kom met de draak, laat ik maar zeggen. Ik ga niet ervan uit dat ik van die lesser demon al eten nodig ga hebben. Ja, misschien wel, maar... Oké. In a long range weapon to kill worm brain. Fuck is Worm Brain nou weer? Oké, dan heb ik dus ook nog een boog nodig. Heb ik toevallig nog een boog en wat arrows. Coral bows, kan ik die gewoon gebruiken? De coral crossbow. A quiver with anticipation. Oké, dan leggen we deze gewoon nog eventjes hierin, want die kunnen we dan straks wel een keer... Of ja, de volgende aflevering natuurlijk wel gebruiken, maar... Take a bow. Complete it. Oké, 10.000 coins to buy it. Oh, you need one of the following. Oh, nee, daar heb ik niet zo goed naar gelezen, zo te zien. Dus in principe heb ik helemaal niet die boog nodig. Ik ga het toch gewoon kopen. Het scheelt me namelijk even wat tijd. En dan krijg ik natuurlijk wat meer items in principe. Of dan kan ik wat meer items meenemen. Zo. Dat is dan de 10.000 coins en dan 2.000 coins te purchase een boot. Een boot dus, ja.
Planks, gewoon normale planks. Plank. En 90 steel nails. Steel nail. Oh, niet anisselen. Nails. Nee, niet nisselen. Honderd per stuk. Oké. En een anti-dragon shield. Oké. Enemies to defeat. Spells on the mat. Oké. Elvart. Worm brain. Level 1 is optional. Oké. En dan kan ik de rest van mijn items dus mooi gebruiken. Voor de tuna's. Dus, ik ga nu alvast eventjes richting de startlocatie. En dan gaan we daar dan gewoon gelijk de volgende beginnen. Oké. Oh. Dat is hier in Varrok natuurlijk. Maar laten we gewoon even richting Varrok gaan. En dan vind ik het alweer genoeg geweest voor deze aflevering. Want we zijn gewoon nog steeds 15 minuten bezig geweest ofzo. Oké, want hier is de Champions Guild. Daar gaan we dus de volgende aflevering in. Echt, de game die is echt zo vaag als het maar kan. Dus, nou ja, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus beginnen met de Dragon Slayer quest. Ik wil hem dus ook echt gewoon in één keer gaan verslaan. Dus dan wordt het wel een lange aflevering. Maar ja, dat is wel eens een keer leuk. Want dan kunnen jullie wel zien wat ik allemaal doe om de Dragon Slayer quest te gaan halen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.